Oké, welkom in Delfzijl. We staan hier op de Zeedijk. Wij maken deze week in het kader van de week van ons water maken wij filmpjes over hoe wij als waterschap aan waterveiligheid werken. Ik ben op pad met Henry en met Jan. En die gaan even laten zien... wat vind je daar, Henry? Die gaan even de coupure laten zien. Wat is een coupure, Henry? Is een dijkdoorgang. Daarmee sluiten we het buitendijks en het binnendijks sluiten we bij hoogwater af. Oké. In Delfzijl doen we dat bij 3 meter NAP. Dan doen we de deuren dicht bij 2,80 meter. Dan moeten we paraat zijn. En hoe vaak gebeurt dat ongeveer? Gemiddeld? Meestal 2 keer per jaar. 3 keer. Dat verschilt een beetje. 2-3 keer meestal wel. Daar in de verte zien we al het Eems Hotel. Oeh, daar gaat hij al. Hey, en jullie oefenen dit ook een paar keer per jaar, toch? Ja. Hoe vaak doen jullie dat? In ieder geval 1 keer. En soms 2 keer en dan kunnen we ook de alternatieve sluiting kunnen we ook oefenen. Okay. Dus als de deur niet meer wil, hij kan elektrisch. Hij kan op eigen kracht, dan laten we hem gewoon rollen. En hier tussen zitten ook nog schotbalken tussen, die liggen straks in het schuurtje. En dan kun je hem ook nog afsluiten. Oké. Nou, er zijn 2 kijkers nu die in ieder geval via de app meekijken. Oh, kijk, je kan er ook helemaal achter. Mochten die nog een vraag hebben, roep maar, zou ik zeggen, beste kijkers. Gegevens. Oh ja, wat staat erop, Jan? Want ik weet niet of mensen dat goed kunnen lezen. De hoogte is 3,5 meter hoog, is 1 meter breed en 29,4 meter lang. Oké. Weegt 35 ton. Zo. Hij gaat helemaal achter, Jan. Ja, hij zit geborgd, dus hij zit vast achter hem. Dat hij, anders kon hij door zijn eigen gewicht naar voren rollen. Oké. En wat gaat Henry nu doen daarachter? Nou, normaal gesproken, dan, als hij dicht gaat, dan gaat iemand achterin en haalt die pen eruit. Oh, oké. Henry gaat nu even controleren of het is. Oké. Even inspectie. Goed, ik zal hem even vragen of het goed is. Hoe ziet het eruit, Henry? Hoe ziet het eruit? Ja, verder hartstikke goed. Wil je de nooddeuren nog zien, dan doen we die andere ook nog helemaal. Ja, laten we even kijken. Dan komen we ondertussen komen wat mensen kijken. We hebben nu 5 kijkers. Een aantal collega's ook, zie ik. Leuk dat jullie meekijken. Wat ligt hier allemaal, Henry? Hier zitten die noodstarten in. En als je hier om de hoek kijkt, dan zie je een plaatje wat Jan gemaakt heeft. Gewoon een simpele bouwtekening. Maar zo ziet dat eruit. Als je deze schotten die zijn op kleur gemerkt. Er komt een grote kraan van 100 ton die komt. Dan kunnen we die schotten erin zetten. Supermooi. Dus zo zorgen jullie voor een veilige dijk hier in Delfzijl. Ja, in ieder geval voor een veilige Delfzijl. Ja. Ja. Nou, supermooi. En het achterland natuurlijk niet te vergeten. Ja, maar hier in de eerste instantie natuurlijk voor het stadsdeel of voor het dorp Delfzijl. Ja, oké. Nou kijkers, wij gaan zo nog eventjes daar naartoe. Dat is een beetje ver lopen. Dus met een paar minuutjes gaan we weer live. En dan gaan we eens even op de dijk inspecteren hoe het daar gaat. Dus ik zie jullie zo met een paar minuten weer op Periscope.